Ik moet helemaal niet drinken. We zouden niet meer drinken door de week. Waarom ben jij dan nu aan het drinken? Hallo, hoe is, nou ja. Hoe is het? Het is geen 0,0. Ik... Schat, nee! Nee! In één keer, hè? De camera, cheers. Nee, dat is jouw camera. Cheers. Heel raar, dit. Kijk, hij Ja? Yo, hoi. Lekker, hè? Oh, Welkom bij een extra aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En naast mij, mijn lieftallige echtgenoot. Um, ook wel bekend als de producer van de show. Hoe heet hij ook alweer? <laughs> nou, vrouw, leuk dat ik je zit. <laughs> ja, mijn weef. <laughs> we gaan we het over hebben vandaag. Ja. Nou, er is bijna unaniem gestemd op uh, uh, de vraag uh, of wij vaker gesprekken moeten opnemen over thema's waar. Elk stel het minstens een keer over gehad moet hebben. Mm. Uh, en daar is uh, uitgekomen dat wij toch wel dat vaker mogen doen. Leuk. Vind je leuk. Dat leuk? Ja, vind ik heel leuk. Van de week had ik jou aan de telefoon, gisteren. Ja. En toen waren we beide een heel leuk gesprek begonnen. Ja, ja. En toen zei iemand van ons twee: Nee, stop, 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 stop. Dit moeten we. In Iemand de podcast. van ons tweeën? Ja, ik wil niet alle credits naar mezelf toe trekken. Oh, wat is dat nou weer? 100%. Ik zei het. Niet waar. Zeker wel. Nee. Jij zei vervolgens, dan moeten we nu stoppen met praten. Nee, ik zeg, laten dus... we stoppen met praten. Hier moeten we een podcast voor nee. maken. Nee, nee, nee. Jij zei, ho, 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 we moeten nu. Oh nee, ik zei, hè? Ja, ik zei oh, dat. Dit is verwarrend. Was ik dan degene die zo wijs was om te zeggen, hier moeten we dan nu ophouden nee, om dat over was te ik praten? Ook. Nee, 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 nee. Je kan niet credits voor alles nemen. Zullen we nog wel 50-50 doen? Nee. De een kwam met: Hey, je we een podcast over opnemen. De ander kwam met: Dan moeten we nu stoppen met praten. Oké, okay, maar he, here we are. Ja. En um, oh, nu doen we het. Ja, hey, uh, we hebben alleen geen idee meer waar we het precies over hadden. Want het was heel leuk, hè? Het was echt heel grappig. Nou, toch op, uh, Dus ik hoop dat we hem ergens uh, uh, nog terugvinden hoe leuk dat was. <lacht> uh, <lacht> en anders spijt het me zeer, luisteraars. Hé, hey, um, liefst gaat. Ja, ik bedacht me even dat dit een glas vol te kiel is of <laughs> zij. Dat is niet best. Nee, ik heb een heel hoor. groot glas water naast mijn me, lieve mensen, omdat dat soortje te is toch wel een dingetje. Ja, dat is toch een beetje smerig, hè? Maar door. Ja? Oké. Okay. Um, schat, mm -hmm. zou jij betalen voor seks? Nooit. Waarom niet? Ja, omdat ik vind dat gewoon niet on onnodig of zo. In mijn leven is dat nog nooit in sprake gekomen. En um, ik voel de noodzaak niet, de behoefte niet. En ik, um, de keer dat ik seks heb gehad in mijn leven, dat ik er nog goed van af weet, zal ik maar zeggen. Um, had ik wel iets met die vrouw. Sowieso niet alle keren. Jawel. Dan kon ze aankijken. Ik dacht zo, je bent leuk. Dat, dat, dat kan je toch ook als je ervoor betaalt? Ja, maar ik ga er niet voor betalen. Ik, 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 maar... ik, ergens snap ik het ook niet. En ik luister die verhalen. En van de week die podcast. Prachtig. Ja, want we hebben van de week... Ja. De aanleiding ook naar dit gesprek was dat wij um, hebben een, een podcastaflevering hebben uh, gereleased met de dames van Pink Sheets, Amy en Esme, en dat zijn uh, high class escort dames, of in ieder ja. geval zijn runnen een bureau. Uh, en toen hadden we het dus daarover. En toen was hadden schaap. wij vervolgens in de auto het gesprek erover, of telefonisch allebei in de auto van Goh. Maar zou jij eigenlijk betalen voor seks? En jij zit dus heel erg in de nee, dat zou ik nooit doen. Nee, man, ik heb dat nooit gedaan. Maar is dat dan, is dat dan een soort van een, een mannendingetje? Terwijl natuurlijk heel veel mannen er wel voor betalen. Maar is het dan een mannendingetje om, als jij nog nooit hebt betaald voor seks, om een soort van als teken van jouw mannelijkheid, en ik hoef er niet voor te betalen, want ik heb het toch wel, om dan een soort van heel hard te roepen: ik zou nooit betalen voor seks? Nee, ik vind het zonde van mijn geld. Dat mag toch ook? Ja, het is natuurlijk wel belachelijk veel geld. Ik vind het heel veel geld. Ik bedoel, al is het 100 euro, al is het 1000 euro. Weet je, ik vind het heel veel geld. Het is ook heel veel geld. En zeker als je inderdaad in het wat hogere segment dus komt. zit je inderdaad het de 1000. Ja, absoluut. Maar als je in de 100 staat en je gaat uh, vroeger naar de Keileweg in Rotterdam en je pikt iemand op, denk je, ja, serieus? Ik heb dat nooit begrepen. Er stonden maar... zeer vrije dames hoor, hier aan de Keileweg. Ik heb geen idee. Ja, ik heb ze gezien ik begrijp maar Dat is mijn mening, ja. En daar hebben ja. we het inderdaad over. Van, oh, leuke meiden was enthousiast, gezellig. En dat zijn het ook. En ik gun het iedereen hartstikke goed. En dat geldt ook voor Miss nu, weet je wel. Bel ze op, ga er naartoe. Maar niet bellen. Nee. Nee. Um, wij gaan hier verder op in. Maar voordat we dat gaan doen, luisteraar, volg ons alsjeblieft. Volg seks, relaties en liefdes. Volg mij op Instagram, het Nienke Nijman. En als het even kan, laat er vooral een recensie achter, zodat telkens meer mensen onze podcast kunnen vinden. En wel een positief, hè? Vijf sterretjes. Dank je wel. We hey. doen ons best. Dat kost Alsjeblieft. Niks. Alsjeblieft. En als je feedback hebt, mag je het gewoon even laten weten, hoor. Liever niet het. in de recensie. Gewoon even aan ons. Instagram. Luister er namelijk man. naar. Kijken we bijna. Alsjeblieft. Maar. Kijken we bijna. Kijk jij op mijn Instagram? Niet meer. Oeh, daar kunnen we ook nog een keer een aflevering op doen. Hmm. Hmm. Zeg uh, de eerste stelling. Want hmm. dit doen we aan de hand van vijf stellingen. Leuk. Ja? Ja. Top. Als je bereid bent om te betalen voor seks, krijg je er onvoldoende van binnen je relatie Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Want? Ja, dat is gewoon wat ik denk. Ja, maar hoezo? Hallo, jij denkt nooit zomaar iets. Ik kan me niet voorstellen dat mensen alleen maar naar de hoeren gaan. omdat ze te weinig in hun eigen relatie krijgen. Ja. Het valt me eigenlijk best een beetje tegen dat jij nog niet aan mij hebt gevraagd. of ik zou betalen voor seks. Dat had ik al gedaan. Dat was in die vorige opname. Oh ja. <laughs> dat is toch een beetje ingewikkeld, ja, hè? Ja, nou, nog één keer dan. Ik heb geen idee wat ik nu ga zeggen. Hé, hey, zou jij betalen voor seks? Nou. En nu ga je um, nadenken ook? Die <laughs> antwoord nou, was toch misschien nee. wel? Ja, maar dat is een soort van te makkelijk antwoord. Want ik zou, ik zou ergens, denk ik dus inderdaad... Ja, maar waarom niet? Waarom niet? Als je weet dat je gezelschap soort van ingetraind is... Um, dat, dat, dat alles wat jij wil, dat dat geleverd kan worden. Um, dus je wordt niet teleurgesteld. Je hebt een, nou ja, je hebt een soort van unieke ervaring. Ja. Waarom? Gewoon, geef me daar eens antwoord op. Waarom zou je niet eens een keer betalen voor seks? Omdat het heel veel geld kost. Ja, mijn lieve schat. Nee, dat is de enige reden. Als we het gaan hebben over dingen die geld kosten. Nee, maar dat, ik heb het geld daar niet voor over. Oké. Okay. Punt. Dat is het gewoon. Ja. Ik wil, de ervaring lijkt me fantastisch. En die heb ik ook vast al heel vaak gehad in mijn leven. Maar... Die ervaring heb jij vast al heel veel gehad in je leven? Nou, van perfecte seksuele ervaring natuurlijk wel. Oh, ja, maar niet dat er betaald werd en dat er pro een, een nee, professional... Nee, maar zonder, zonder die betaling. Maar gewoon. Ik ben met... natuurlijk ook een professional Toch? in de seksuele hulpverlening. Ja, volgens onze dochter ben je een sekswerker. Ja. <laughs> <laughs> Want toen de sekswerker weer aan de slag was... Mocht je weer. Mochten, toen was ze heel blij dat ik ook weer aan het werk mocht. <laughs> ja. Echt topkind. Anyway. Ja. Maar zou je dat dan doen uh, alleen of met je partner? Denk alleen. Ja? Hoezo ga jij zo hard lachen dan? Dat vind ik wel grappig. Hoezo? Wat is daar grappig aan dan? Ja, Dat mag ik toch grappig vinden? <laughs> dat is ja, Geen Mijn pleziertje vinden. zou ik zeggen. Maar nee hoor, mevrouw gaat er alleen voor. <laughs> Oh ja, en ik wel met mijn geld, maar jij vindt betaal... het jouw geld niet waar. Nee, ja, schat, ik betaal het toch niet voor maar Als jij denkt, ik, 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 ik ga iemand uitnodigen. Ja, dan is het toch ons geld en dan maak ik het niet meer uit. Een mooie dame, dan mag ik toch even ja, bij dat is dus, jij zou voor de dame gaan, ik zou voor de man gaan. Zou je dan ook willen aansluiten? Oh, zeker. Dit is volgens mij echt zo'n gesprek waar we niet te diep in moeten duiken op dit en moment. En door. Betalen voor je eerste keer seks is een briljant idee. Nee, dat is echt een heel slecht idee. Hè? Ja. Nee, we hadden het over de duur nee, ervan. Hadden, nee, we hadden het wel precies hierover. Nee, nee ja, en over de duur, want er was een pakket, nee. ja, ja. een eerste keer pakket, precies. van vier tot vijf uur. Ja, nou ja, sorry, ja, drie tot vier uur. Ja, en ik zei toen, nou, jij, jij vond daar wat van. En ik, hetgeen wat ik dus zei was van ja, maar als het dan zo'n eerste keer is, het lijkt me dan verschrikkelijk dat je drie, vier, vijf uur met iemand moet zijn. Want dan moet je ook nog sociaal onwijsvaardig gaan zijn. Ja. En dan moet je het ook nog gezellig hebben. En dan ja. moet je ook nog een, een gezellig gesprek gaan hebben en ja. opwarmetje en, en daarvan zei ik van nou, volgens mij ben je gewoon echt met twee uurtjes. Ben je waarschijnlijk wel klaar. Oké, ik jullie leren kijk, kennen. Misschien. Misschien als jij nog nooit seks hebt gehad in je leven... als man of vrouw zijnde en je gaat iemand boeken... om zo'n first-time experience te gaan ervaren... wat ik daarvan vind in in, in, in in hoofdzaak is... dat dat niet het goede beeld geeft. De eerste keer is nooit met iemand... die helemaal tot jouw beschikking staat. Die perfect alles doet wat je wil en je geruststelt... Die er maar zeggen, in alle opzichten, um, generally speaking, um, perfect uitziet. Mm -hmm. Het hoort klungelig te zijn. Ja, maar misschien dus je, het... wel, je, Dat heeft bepaalde um, emotie, positieve ik met zich mee. Want je, het moet niet allemaal perfect zijn. En, en dan ga je drie, vier uur met iemand zitten en inderdaad, dan moet je een kopje koffie of thee. Hé, hey, hoe is het? Zullen we even douchen? Of gaan we in het bubbelbad? Of gaan we ja, dit en dat? En een kop thee drinken. Nee, maar wat ga je doen? Ja, nee, maar daar zijn natuurlijk... Dat, dat vraag ik me ook op. Wat ga je dan al die tijd doen? Ja, maar het is, dus maar... Niet, het is dus fake. Het is, het is, niet, het is, niet, het is geen eerste... Ja, maar je, anders heb je dadelijk... We, we hebben het... De eerste keer met iemand naar bed gaan ja. is negen van de tien keer volgens mij klungelig, stuntelig, en het is nooit zulke goede seks als dat je later in je leven zult hebben. Ja, maar ook al heb je iemand die ervoor betaald is, die ervoor, nou ja, in die zin een soort van voor getraind is, opgeleid is, en als dat jouw eerste keer seks is, ja. van de andere kant komt de ervaring, komt de geruststelling. Van jou komt nog steeds: ik heb geen idee wat ik moet doen. Mm -hmm. Dus in die zin zal het gevoel van klungeligheid, van onzekerheid, zal je nog steeds met je meedragen? Want je ja. weet nog steeds niet precies wat je allemaal aan het doen bent. Dus er zit nog steeds een mate van onzekerheid en, en klungeligheid in. Dat wordt niet weggenomen doordat degene die tegenover je staat, um, dat die weet, wel weet hoe het moet. Het is natuurlijk een samenspel. Ja. En dan kan één van beiden het spel wel helemaal beheersen. Maar als de andere een beetje blijft liggen als de ander ineens heel erg onzeker wordt en geen erectie kan krijgen, als de ander soort van verstijft en niet weet wat hij moet doen, Het wordt nog steeds geen perfecte, uh, perfect soort van samen zijn in hoeverre he, je perfectie kan beschrijven. dus dan blijft dat, 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 nou ja, dat dat gevoel van die eerste keer, hm. denk ik. alleen ik zou niet weten waarom je de vier vijf uur voor moet uittrekken, want volgens mij wordt het dan vier vijf uur erg onhandig en klungelig en Ongemakkelijk, maar ik kan me dus heel goed voorstellen dat zeker, ik heb ook heel veel mannen gesproken die dus op hun vijftigste nog nooit seks hebben met ja, een ander. En dan gaat het niet alleen over een stukje ding, geslacht. Hè? Ja, ja ik maar lieve Nee. het gebeurt dus wel. Ja, dat weet ik. En het is gewoon de werkelijkheid voor heel, heel veel mensen. En als jij op je vijftigste, op je zestigste nog nooit dat seksuele contact met een ander hebt kunnen delen, daar gaat het niet alleen over jouw ervaring als seks, maar gaat het dus ook over hele andere dingen. Over, um, uh, over, over hoe communicatievaardigheden, hoe sociaal vaardig ben je, hoe flirt je, hoe zoek je toenadering, hoe maak je überhaupt dat eerste contact. Dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. En als jij dus vijftig bent, zestig bent, en laten we even twintig als gemiddelde leeftijd. Nemen waarin je ervaring opdoet met, met seksuele contacten met anderen, dan ben je dus al 30, 40 jaar de tegenaan aan het lopen, je ergens realiseren dat je die ervaring nog nooit hebt gehad. Oké, okay, maar als ik 50 jaar zou zijn, ik heb in mijn leven nog nooit seks gehad, maar ik wil, ik weet, je, ik heb de moed verzameld en ik heb duizend of tweeduizend euro bij me gespaard. Ik denk nou, nu wil ik eens een keer voor de eerste keer seks hebben, dan zou ik geen jonge dame van 28 bestellen. Die er perfect uitziet. Met lingerie en gelakte nageltjes. En dat. Nee. Weet je, dan. Ik bedoel. Dan zou ik het toch wel zoveel mogelijk bij de realiteit willen laten. Oké, okay, wat voor type vrouwen val ik op? Weet je, we vallen niet allemaal op modellen. Dus uhm, hou het dan bij. Zoveel mogelijk bij. De waarheid zou ik zeggen. En dat is wat ik daarin. zie gaan, voor mijn gevoel. En dan ben ik in de gelukkige positie dat ik al ontmaagd ben. Dus ik heb het probleem niet meer. Hé? Ding. Ach. Zo slecht in jou. Sorry, schat. Ik je ben bent mijn in... hele verhaal ook kwijt. Je bent in de gelukkige positie dat je al ontmaagd bent. Ja, dat gedeelte heb <laughs> ik om onthouden. Ja. ja. Ik heb een vriendinnetje gehad. Die had op escort gewerkt. Echt? Ja. Dat heb je nooit verteld? Nee, klopt. Hoezo niet? Dat is nooit in sprake gekomen. Ja. Dat was volgens mij. voor jou? Nee. Daarvoor? Nee. Oh, die ken je niet. Oh. Het zat er intussen in. Echt? Ja. Mm. Drie maanden, twee maanden. Oeh. Heb je er ook betaald? <lacht> nee. <lacht> Sorry. <lacht> ben je erg? Nee. Zeg lieve schat, dit was hem voor vandaag. Nou. Wil jij nog een laatste iets toevoegen? Um, nee. Nee. Dat nee. was wel. Dat is fijn. Dan hoop ik vooral dat dit uh, gesprek weer een enorme toegevoegde waarde uh, heeft gehad voor iedereen die heeft geluisterd. En uh, lieve luisteraars, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. <laughs> Deze shit uitzetten. Is <laughs> <So> ook <cool. lacht>